De gemeenteraadsverkiezingen 2018 staan voor de deur. En vandaag gaan we in gesprek met Niels van den Berg van Burgerbelangen. Niels, jij kunt ons iets vertellen over sport. Ja, sport is belangrijk. Sport betekent in feite dat je dus inderdaad aan de slag gaat. Het is goed voor je welzijn, voor je welbevinden. Sporten is in het onderwijs natuurlijk ook aan de orde. Dus het verbroedert, het verbindt. En er zijn veel maatregelen genomen met betrekking tot de sport in onze stad de afgelopen 4 jaar en ook de periode daarvoor al. Zo is er bijvoorbeeld plaatsgevonden dat er maatregelen zijn genomen om maatschappelijke betrokkenheid door de sportverenigingen inderdaad plaats te laten vinden. Dus verenigingen moeten meer gaan doen op het maatschappelijke vlak, krijgen een wijkfunctie. Nou goed, dat is enerzijds goed en aan de andere kant denk ik dat het ook heel verstandig is dat sport, kijken naar de geschiedenis van de stad Enschede, ook weer meer op de kaart komt. We zijn een aantal keer de sportstad van Nederland geweest. Ja, we hebben nu bezuinigingen toegepast. En die bezuinigingen en die ontwikkeling met betrekking tot het maatschappelijke veld, ja, daar moet wel een evenwicht zijn en een balans zijn. En als we kijken hoe dat er nu voor staat, dan kan dat in de nabije toekomst wel een impuls weer verdienen om weer richting sportstad van Nederland te gaan. En dat moet de ambitie zijn van een gemeente als Enschede. Vind ik heel belangrijk, vind onze fractie heel belangrijk, onze partij. En de verkiezingen staan voor de deur. Dus we gaan eens kijken hoe dat met de sport hoe dat zich gaat ontwikkelen, welke keuzes er gemaakt gaan worden.